goedenavond. Goed. Als we het hebben over ideeën regeren de wereld, dan een bekende uitspraak van Plato, in ieder geval een bekende conclusie ook van zijn werk, dan kunnen we natuurlijk niet zonder te gaan kijken, wat is dat dan precies zo'n idee? En dat is denk ik een heel actueel onderwerp, zeker in de verkiezingstijd waarin we nu zitten. Dus daar, dat hoop ik vanavond ook duidelijk te maken. En we bouwen daar ook weer voort op wat we vorige week hebben verteld. Eigenlijk, zoals dat ook in het boek van Herco Groot heel duidelijk centraal staat, Plato's idee dat onwetendheid de ergste vijand is van de mens. He, dus dat we vooral op zoek moeten gaan naar kennis om de problemen die we ook nog in deze wereld hebben op te lossen. En dat het kennis is in onszelf, zelfkennis. En dan met een hoofdletter Z, daar komen we vanavond ook wel uitgebreid nog over te spreken. Nou, we moeten het dus hebben over wat een idee is. En ook begrijpen hoe ideeën de wereld regeren. En dan is het vooral ook voor ons, voor onszelf de vraag, wat zouden we eigenlijk laten, wat willen we eigenlijk laten regeren? Dus wat is eigenlijk het ideaal? En Plato spreekt daar in zijn werk uitgebreid over. Met name putten we ook weer uit Politeia, de staat, een bekende dialoog waarin hij een ideale staat schetst. En natuurlijk, denk ik meest interessant, hoe kunnen we dan zorgen dat we dat ideaal ook laten regeren? We beginnen even een stukje herhaling van vorige week, want daar hebben we het eigenlijk al een beetje gehad over die ideeën. We hebben ook uit de staat de vergelijking met de zon voorbij laten komen. En dat is dus in een dialoog waar ze op zoek zijn naar rechtvaardigheid, maar vooral ook naar, ze zeggen eigenlijk degene die rechtvaardig de staat zou moeten leiden, is ook iemand die de waarheid moet kennen. He, dat zijn degene, dat geeft hij onder andere als definitie van wijsheid, het kennen van waarheid. En dan is de vraag, waar is die waarheid dan te vinden? En dan geeft Plato, die schetst dus eigenlijk twee werelden. Hij begint dan met de uiterlijke wereld, die we kunnen waarnemen via ons gezichtsvermogen, onze ogen. Daarmee kunnen we objecten zien, dankzij de zon die zeg maar licht straalt op die objecten, zodat dat zichtbaar voor ons wordt. En zo nemen wij dus de verschijnselen in de zichtbare wereld waar. De wereld van het worden. En eigenlijk analoog daaraan heb je ons denkvermogen. En met dat denkvermogen kunnen we ideeën waarnemen. Ideeën die beschenen worden door het licht van waarheid. En ook dat licht van waarheid komt weer uit een bron. En dat noemt Plato de idee van het goede. Nou, hier komen die ideeën al terug. Ideeënleer onlosmakelijk met Plato verbonden. Wat wilde hij daarmee zeggen? Nou, eigenlijk simpelweg, we hebben het daar vorige week ook al over gehad, als je zoiets hebt als een cirkel, daar hebben we allemaal een beeld bij, maar in de wereld van het worden zullen we nooit die cirkel, die ideale cirkel vinden. We kunnen dat hooguit omschrijven. We kunnen daar een beschrijving van maken, een wiskundige omschrijving. We kunnen daar allerlei formules bedenken. Maar die ideale cirkel, die zullen we dus eigenlijk niet in die uiterlijke wereld vinden. Die kunnen we alleen maar dus via dat denkvermogen, bijvoorbeeld via wiskundige modellen, kunnen we dat gaan benaderen. Maar Plato zegt heel duidelijk, er is zeker dus zoiets als dat universele idee van de cirkel. En zo zijn er nog meer universele ideeën die we dus via de licht van dat waarheid kunnen gaan kennen. Nou, daarbovenuit zit dus nog dat idee van het goede. Heel belangrijk idee dat er altijd een oorsprong is voor alles wat wij kennen. En hij vergelijkt dat ook weer met de zon. Dat is net zoiets, als wij naar de zon kijken, dan worden we verblind. Daar kunnen we dus eigenlijk op een gegeven moment, kunnen we dat niet meer waarnemen. Dat is gewoon, dat gaat boven ons bevattingsvermogen uit. Een idee dat wij vanuit de theosofie heel erg kennen als de eerste grondstelling grenzeloosheid. Nou, we hebben ook de metafoor van de grot met elkaar behandeld. En daar schetst hij eigenlijk ook weer die twee werelden. Aan de ene kant de uiterlijke waarneembare wereld, dus van de verschijnselen. En de innerlijke kenbare wereld van de ideeën.
En hij zegt eigenlijk, wij zijn als mensen als gevangenen in een grot. En wij zien alleen maar schaduwen van de dingen die in die grot voorbij komen. En dat is onze wereld. Dus wij leven eigenlijk, wij kennen realiteit toe alleen aan dat wat we zien met onze zintuigen. En dat zijn alleen maar verschijnselen, schaduwen. Dat zijn niet de dingen zoals ze werkelijk zijn. Nou, en dat is dus een metafoor die vooral staat voor, nou ja, het kenvermogen van ons als mensen. En daar zie je dus verschillende niveaus, die hebben we ook naast elkaar gehouden. Ook vergeleken met die andere metafoor van de zon. En die niveaus die kun je dus heel goed houden naast verschillende beginselen van bewustzijn, zoals de Grieken die ook kenden. Dat is eigenlijk, lijnt dat heel erg mooi op. En die wij als mensen eigenlijk het beste kunnen herkennen aan de hand van één van die beginselen, die we als mensen namelijk aan het ontwikkelen zijn, het denken. In Sanskriet het manas, in Grieken, de Grieken hadden daar drie termen voor, thumos, phren en nous. Eigenlijk allemaal aspecten van het denken en dat kunnen we in, eigenlijk het makkelijkst uit elkaar halen via ook weer zeven denkaspecten, die dus corresponderen met die zeven beginselen van bewustzijn. Voor cursisten anders denken, bekend verhaal. Voor de nieuwkomers even een korte toelichting. Dus we hebben allemaal denkaspecten. Dus onderaan beginnend, lichamelijk denken. Dat is als we ons vereenzelvigen met het lichaam. Als we denken, ik heb honger, of ik heb dorst, of ik ben moe. Emotie, als we in ons gevoel zitten. Bang zijn, bedroefd, boos, blij. Vitaliteit, dat is als we heel erg met het doen bezig zijn, het doenerige. Dus wij willen aan de slag. Begeerte, nou, daar kennen we ook allerlei vormen van. Materieel, naar allerlei spullen, maar ook immaterieel, naar bijvoorbeeld kennis of wijsheid. Intellect, de ratio. 2 plus 2 is 4, denken zeggen wij ook altijd wel kort. Het inzicht of begrip wat daar weer bovenuit gaat, waarbij je dus de samenhang van de dingen waarneemt. En tot slot de eenheidsbeleving. Ja, en daar hebben we als gemiddelde mensen eigenlijk nog maar nauwelijks ervaringen van in ons huidige stadium van evolutie. Dat is wanneer wij eigenlijk oplossen in de eenheid die de wereld in essentie is. En eigenlijk helemaal onderdeel worden van dat ene idee van het goede wat daar weer bovenuit stijgt, zoals Plato dat noemt. Nou, en dan eigenlijk kan je dus dat in 2 onderdelen zien. Dus aan één kant, als wij die lagere denkaspecten, die zijn wat meer gericht op onszelf. Daardoor gaan we ons vereenzelvigen met onszelf, los van anderen. Denken we wat meer ik ben ik. Dat is het persoonlijke denken. En dat leidt hoogstens tot mening, zegt Plato. Dus dan baseren we ons alleen maar op die uiterlijke wereld, op die verschijnselen. Maar we kunnen ook bovenpersoonlijk denken. En dat hebben we ook allemaal in ons. En dan leidt dat langzaam maar zeker tot kennis, echt kennis van het goede, van de werkelijkheid zoals die is. Nou, dit hebben we vorige week met elkaar besproken. En we hebben ook wel vastgesteld dat het eigenlijk nog heel erg opgaat. Dat we eigenlijk ook in deze wereld, voor ons zijn die schaduwen, dat zijn al die posts en tweets die we bij social media voorbij zien komen. We zitten allemaal in onze eigen filterbubbel, zo wordt dat nu genoemd. Druk, 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 maar waarmee? Met alles, al die informatie waardoor we overspoeld worden. Dat hangt er natuurlijk vanaf met welk denkaspecten we dan bezig zijn. Dus dat kunnen we, als we die gaan herkennen, ook meer gaan richten en daarmee wat meer zelfstandig gaan denken. Nou, nog even wat aandacht voor dat idee van het goede, want dat hadden we vorige week helemaal centraal gezet. En dat is een heel belangrijk uitgangspunt, ook in het denken van Plato. Waarbij hij dus zei van, nou ja, aan alles wat je kunt kennen, alles wat wij waarheid noemen, daar gaat nog iets bovenuit. En dat is dus dat idee van het goede. Dus kennis en waarheid mogen nog zo mooi zijn. Het idee van het goede is iets anders, iets nog mooiers. En hij zegt ook, je moet ook begrijpen dat je dus in het persoonlijke leven en in het openbare leven niks zinnigs bereikt als je dat niet steeds voor ogen houdt. Nou, waarom? Omdat we
op het moment dat we denken, nou, we hebben alle wijsheid in pacht, wij weten hoe het zit, we hebben het einde van de kennis over iets gevonden, nou, dan sluiten we ons natuurlijk meteen voor een hogere waarheid. Dus ervan uitgaan dat er altijd nog meer is, zorgt dat we eigenlijk open blijven staan voor die grotere waarheid en ook verwonderd blijven. En verwondering, zei Plato, is de eerste stap tot filosofie. Dus iets wat we eigenlijk steeds mee moeten nemen. Dus daar daag ik u ook vanavond weer toe uit om proberen toch altijd weer verwonderd te blijven, door te vragen, te kijken van in hoeverre is dit inderdaad, neem ik dit aan of zit hier nog meer achter, heb ik hier nog vragen over? Nou, we hebben het ook gehad over verschillende visies op waarheid, hè, waarbij we eigenlijk dat goede, dat idee van het goede vergeleken met eigenlijk ook andere tradities door de eeuwen heen elke keer weer terug ziet komen, waarbij er opnieuw boodschappers zijn die in een bepaalde vorm zo'n idee als het goede of grenzeloosheid, zo noemen we het in de theosofie het liefst, naar buiten brengen. En wat dan soms kan vervallen in andere visies, wat eigenlijk dan ook steeds weer opnieuw opgefrist wordt. Zoals dat Plato dat eigenlijk ook deed na bijvoorbeeld Pythagoras, die eigenlijk dat op zijn eigen manier ook naar voren bracht. Heel belangrijk daarbij is dus dat wij dat ook allemaal kunnen kennen. Dus als je uitgaat van zoiets over, overkoepelend wou ik zeggen, maar dat is het ook niet. Ja, grenzeloos is toch eigenlijk een van de beste benamingen ervoor. Dat betekent namelijk ook dat wij dat in essentie ook zijn. Want wij staan daar niet buiten. Wij zijn dat. En wij hebben dus ook alles in ons, in potentie, wat in dat grenzeloze huist. Dus dat betekent dus ook dat wij dat van binnenuit kunnen kennen. En Plato geeft daar dus ook aanwijzingen voor. Oké, dat was even een snelle herhaling. Dat was zeker snel. Want het plaatje hiervoor. Ja. Dat wilde ik alsmaar lezen, maar jij was alsmaar aan het praten. Toen wist ik niet meer wat of ik nou het een of het ander zou doen. Zou ik hem nog even terughalen? Ja, dat vind ik wel fijn. We hebben die vorige week is inderdaad zo'n quote uit de staat. Hè, waarbij die dus zegt van wat gekendheid woord waarheid geeft. Degene die kent daartoe in staat stelt, dat moet je dus dat idee van het goede noemen. En dat is de oorsprong van kennis en van waarheid. En die kennis en waarheid mogen dus nog zo mooi zijn. Er gaat altijd dus nog iets bovenuit. Ja, het is wel iets om nog even bij stil te staan. Ja. Maar heel goed, dus onderbreek mij vooral als ik te snel ga. Die neiging heb ik wel eens, dus bedankt. Oké. Even kijken hoe Plato dan de ideeën beschrijft en ook hoe je daartoe komt. En hij beschrijft dat op meerdere plaatsen in zijn dialogen, dat komt regelmatig terug. En dit is één onderdeel van een van zijn brieven waarin hij dat ook beschrijft. En dan beschrijft hij eigenlijk van, we kunnen dingen kennen bij naam. En bijvoorbeeld zoals zo'n cirkel. Maar dat is eigenlijk de meest uiterlijke vorm. En dus dat is alleen maar gewoon het verschijnsel. De dingen waar we het normaliter over hebben. Nou, dat kun je omschrijven. Hè, bijvoorbeeld zoals bij een cirkel als iets waarvan de uitersten overal even ver van het midden afstaan. Je kunt daar een afbeelding van maken. En je kunt daar op een gegeven moment ook kennis over opdoen. En daarvoor moet je het verstand gebruiken en dat kan leiden tot het ware inzicht. En hij zegt dus eigenlijk, door al die vier niveaus te gebruiken, kom je langzaam maar zeker steeds dichter bij dat echte idee. Namelijk dat universele idee van de cirkel. Hij beschrijft ook vanaf fase 4, zeg maar, gaan we namelijk ook onze ziel gebruiken. He, dus in het begin hebben we het gewoon puur over uiterlijk, waar we het in de taal over hebben. Maar op het moment dat we zelf erbij gaan nadenken, dan
wordt de ziel wakker. En Plato zegt, hè, ook als uitgangspunt van dat grenzeloze, alles, alle kennis zit in principe, is in iedereen aanwezig. Hè, dat is er alleen maar een kwestie van geboren worden. Nou, je ziet hier dus ook uit dat elk idee eigenlijk samengesteld is. Hè, dus dat ja, eigenlijk een kern heeft, maar uiteindelijk ook allemaal vormen waarin dat zich kleedt. Bijvoorbeeld zo'n afbeelding of een omschrijving en uiteindelijk ook een naam krijgt. Waarmee we dus dat, er woorden van maken en het daarover hebben. Nou beschrijft hij dit als één ding in die dialoog, maar eigenlijk als wij die even onder elkaar zouden zetten, hè, dus kennis en dan zeg maar kennis, verschillende begrippen daarover, dan het verstand, dan het ware inzicht voordat je bij de idee komt, dan zie je daar ook al een beetje de zevenvoudigheid in, zoals we die misschien als theosofen wat vertrouwder voor ons is. Nou, in de cursus Anders Denken bespreken we ook hoe ideeën zich kunnen manifesteren, hè, als gedachten, die geboren worden, die zich voeden, die een eigen karakter hebben, zou je kunnen zeggen, die ook weer kunnen sterven. Wat dus eigenlijk levende energieën zijn. Hè, die we dus, waar we eigenlijk soort van de schepper van zijn. Ja, scheppen bestaat eigenlijk niet in de grenzeloosheid. Maar hè, in zekere zin, wij zijn dan degene bij wie die ideeën, zeg maar, hun levenscyclus ook doormaken. Nou, dat is een belangrijke gedachte over wat ideeën zijn en ook hoe ze verspreiden. Nou, we hebben vorige keer ook een dialoog met elkaar gevoerd. En toen hebben we naar het nieuws gekeken. En we hebben het gehad over wat maakt eigenlijk nieuws. En ik heb ook nog wat meegegeven over als u nou de komende weken naar het nieuws kijkt. Hè, welke aannames zie je dan in de berichtgeving? We hebben gehad van nieuws wordt, hè, dat wordt gemaakt. Dat hangt af van degene die dat nieuws vindt. En natuurlijk ook de mensen die het lezen, die, hoe vaker iets gelezen wordt, dat geeft dus ook aan, dat geeft ook weer richting aan de mensen die het nieuws maken. Nou, er zitten allemaal aannames in, daar kun je dus ook die zeven aspecten weer in ontdekken. Dus dat was eigenlijk de vraag, hè, van kunnen we dat herkennen, kunnen we zien welke aspecten een rol spelen, maar vooral ook weer naar onszelf als lezer. Met welke aspecten gaan wij lezen en wat roept het bij ons op? En welke aannames gebruiken wij eigenlijk op het moment dat we het nieuws volgen? Goed, dat was wat vragen waar we het over gehad hebben. Is dat een beetje gelukt? Hebben we dat nog geprobeerd? Hebben we daar wat in herkend? Ja? Ik zat thuis nog te denken dat theosofisch gezien, hè, in hoeverre kun je vertrouwen op nieuws, kun je daar niet op vertrouwen. Want er is helemaal niks nieuws binnen de theosofie. Beetje flauw, maar ik dacht, dan bekijk ik het theosofisch. Mm-hmm. Ja, er is, als je uitgaat van grenzeloosheid, dan, ik zei het net ook al, scheppen bestaat dan eigenlijk niet. Hè, dus dan is het altijd iets wat weer terugkomt en zich weer evolueert. En in zekere zin, bestaat er dan wel iets nieuws? Hebben we dan niet eigenlijk alles al gezien? Nou ja, we hebben ook nog een lezing volgende week over leren is herinneren. Dus daar komen we dan ook nog wel verder op terug. Oké, we hebben het daar dus al inderdaad al gehad over wat is dan nieuws? Ja, inderdaad, dat is dus een kijk op dingen. Maar we hebben het ook gehad over dat begrip vertrouwen. Dat is eigenlijk ook weer, dan kom je ook weer tot een actueel probleem in deze tijd, waar Plato ook weer nieuw licht op kan werpen. En dat is het tweede probleem wat ik dus in deze serie even centraal wil stellen. En dat gaat over het wantrouwen in de politiek. Dus niet zo lang geleden is er een CBS-rapport uitgekomen. Het is niet heel leesbaar nu op deze slide, maar daar kwam uit dat er eigenlijk nog maar een derde van de mensen vertrouwen heeft in de politiek.
En dat was net iets meer dan de pers, dus dat geeft ook al aan hoe wij naar nieuws kijken. Helemaal rechts, die balkjes helemaal rechts geven die cijfers aan. Gelukkig nog wel iets van 60%, nog wel de meerderheid die vertrouwen heeft in zijn medemens. Dus gelukkig is dat nog wel de meerderheid. Maar het geeft wel aan dat dat een belangrijke rol speelt. Nou, er werd ook gezegd over het referendum, het is alweer een tijdje geleden, wat we hebben gehad over Oekraïne en Europa. En dat er eigenlijk ook werd gezegd van ja, dat ging eigenlijk meer om wantrouwen dan over in de politiek dan over iets anders. Nou, we hadden ook een tijd geleden deze meneer in De Wereld Draait Door. Er is heel veel gedeeld over geschreven over de touwtjes uit de brievenbus, dat we elkaar weer moeten vertrouwen. Nou, in ieder geval een actueel thema. En denk ik ook, zeker ook in deze verkiezingstijd. En ik wil even verwijzen naar een recent rapport. Dat is een rapport uit 2014. Van de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid. En dat heet Gescheiden Werelden. Maar is eigenlijk nu weer heel relevant, ook in onze verkiezingstijd. Zeker ook nu we in de tussentijd ook nog de Brexit gehad hebben en de verkiezingen in Amerika. En dat rapport dat onderzocht in hoeverre er in Nederland eigenlijk ook een verdeeldheid is in de samenleving. Een tweedeling. En daar schetsen ze de twee families. Aan de ene kant de universalisten, met allerlei maatschappelijke en politieke opvattingen die wat meer pro-Europees zijn, gericht op integratie, liefst dingen conflictloos willen oplossen, een houding hebben die wat meer uitgaat van vertrouwen, wat meer mondiaal georiënteerd, zoals we dat noemen, wat meer reflectief qua communicatiestijl, en vaak hoog opgeleid, levend in de steden, en volgen de wat meer serieuze online media. En aan de andere kant dan de particularisten, die wat meer eurosceptisch zijn, wat meer wantrouwen hebben in de politiek, wat meer lokaal georiënteerd zijn als houding, cultureel onzeker, sociaal wantrouwend, meestal lager opgeleid, buiten de steden levend en volgen de wat meer populaire media en de tv. Nou, die waren niet toevallig ook hier met blauw en rood aangemerkt vanwege al correspondenties die je dan met name in de VS ziet, hè, de Democraten en de Republikeinen. En er werd onderzocht dus op al dit soort dimensies van in hoeverre is daar inderdaad sprake van een tweedeling. En in de conclusie van het rapport zat een interessant stukje wat ik graag even voor wil lezen. En nou heb ik dat hier, even kijken, heel klein op de slide staan. Dat is niet zo handig van mij. Even kijken hoor. Daarmee komen we tot slot op de rol van de elite. De smaak- en opiniemakers die grote invloed hebben op de wijze waarop de samenleving zichzelf waarneemt en representeert. De Amerikaanse casus maakt duidelijk dat de politiek niet enkel een vertaling geeft aan maatschappelijke verschillen en tegenstellingen, maar deze ten dele ook creëert. Gedurende een groot deel van de 20e eeuw werd de Amerikaanse politiek gekenmerkt door gematigdheid en pragmatisme. Midden vorige eeuw waren de Democratische en Republikeinse Partij relatief heterogeen van samenstelling, was hun ideologische coherentie maar matig, bestond er de nodige inhoudelijke overlap, met als gevolg dat er voor kiezers geen echte keuze tussen duidelijke alternatieven was. Dat de actuele situatie daarvan zo drastisch verschilt, is niet zozeer het gevolg van autonome prepolitieke veranderingen in het electoraat, maar veeleer van institutionele veranderingen en de woorden en daden van de elite. Dus het is niet zozeer dat de mensen anders zijn gaan kiezen, maar veel meer dat de instituten zich anders zijn gaan profileren, anders zijn gaan communiceren. Tot slot, de VS zijn ten dele gepolariseerd omdat politici, activisten, journalisten, columnisten, talkshowhosts, sociologen en politicologen
meer zijn gaan denken en spreken in termen van rood versus blauw, conservatieven versus liberals, democraten versus republikeinen, volgens nogal wat waarnemers, veel meer dan empirisch gerechtvaardigd is. En een en ander heeft voeding gegeven aan een zichzelf versterkend proces. Nou, dat gaat zo verder. Dus met andere woorden, ze zeggen hier dus, die tweedeling, die is er helemaal niet, voor een groot deel, die wordt gewoon gemaakt. Dat is gewoon een manier van profileren. Dat is gewoon in nieuws waar, zeg maar, op gericht wordt dat er een tweedeling in die samenleving zou zijn. Ja, en dat die elite dus daar, hè, dus de elite in die zin van de mensen die dan het vaak voor het zeggen hebben in zowel media als politiek, eigenlijk dat continu ook actief aan het doen zijn. Nou, ze hebben dat dus gekeken, in hoeverre is dat in Nederland zo? Nou, dit bestaat niet, dat is een illusie, zeggen ze. Hè, dus er zijn maatschappelijke verschillen, maar ze zijn een stuk minder scherp dan tijdens de verzuiling. Hè, dus dat hebben we natuurlijk, we hebben wel zo'n, in de tijd waarin meneer Terlouw sprak over de thuis uit de brievenbus, gold dat wel alleen maar voor jouzelf. Hè? Dus daar werd, als je met een, nou ja, dat schijnt, want dat heb ik niet meegemaakt gelukkig. Maar dat als een protestantse vader en zijn dochter die komt thuis met een Rooms-Katholieke vriend, nou, dan werd het huis uitgezet. Dus dat was in die tijd, begreep ik anders. Dus ze zeggen hier in dat rapport van, nou, dat is eigenlijk dus helemaal niet het geval. Hè, dus veel minder zelfs dan voorheen. En je ziet wel dat er bepaalde sociale netwerken zijn die anders zijn. En doordat ze andere dingen volgen, ook wel belevingswerelden die anders zijn. Maar lang niet zo ver als dat in bijvoorbeeld Amerika het geval is. Maar politici zijn natuurlijk nu ook heel erg bezig om die verschillen te benadrukken. Om te laten zien dat zij anders zijn dan anderen. Daarmee ook dus te laten zien waar ze voor staan. En in het rapport zeggen ze van, nou ja, dat is, hoort ook een beetje bij de taak. Hè? Je moet je laten zien, je moet je profileren. Maar dat kan dus heel snel doorgaan van een articulatie van verschil, zo noemen ze dat dan, in een constructie van verschil. Dus dat het daadwerkelijk een verschil wordt. Hè? Dat het zo tegenover elkaar gezet wordt, dat mensen denken van, waar hoor ik eigenlijk bij? Nou ja, met alle gevolgen van dien. Dus een voorbeeldje van hoe ideeën de wereld regeren. En ik denk daarom ook heel, heel erg van belang om te kijken wat Plato daarover zegt, die ons een hoop te vertellen heeft over hoe zouden we de wereld kunnen laten regeren. Dus laten we even teruggaan naar Plato. Nou, Plato schrijft een hoop over staatsvormen. En dat doet hij dus in die dialoog van de staat. Zoals ik al zei, is de centrale vraag daar, wat is rechtvaardigheid? En dat vinden ze eigenlijk nogal heel moeilijk om dat vast te stellen bij één persoon. Dus dan komt Socrates met het idee van, nou, laten we dan dat eens even uitvergroten en laten we een staat pakken. En laten we kijken of we dan in een staat rechtvaardigheid kunnen vinden. Nou, dan beginnen ze eigenlijk met de simpelste staat. Nou, wat heb je nodig in de meest simpele staat? Voeding, onderdak, misschien wat kleding. Dus je hebt een boer nodig. Je hebt iemand nodig die een huis kan bouwen, een timmerman. En je hebt misschien nog een wever nodig, een schoenmaker. En nou ja, dan heb je eigenlijk voor de basale staat heb je nog wel, dan heb je het eigenlijk al, de essentie. Nou, dan wordt dat natuurlijk wel gezegd, ja, je hebt misschien niet alles in huis. Hè. Je moet ook een beetje rekening houden met de seizoenen. Dus misschien nog een handelaar en een smid. En een metselaar, en nou goed, dan heb je eigenlijk de meest basale staat. Dan kan iedereen in zijn levensonderhoud voorzien, en door te samenwerken, dan werkt dat redelijk goed. En dan heb je de simpelste vorm van een staat. Maar dan komen ze erachter, Socrates en zijn partners in die dialoog, van ja, kunnen we daar eigenlijk wel spreken van rechtvaardigheid? En dan komen ze erachter dat dat eigenlijk niet echt vast te stellen is. Dat ze niet echt vast kunnen stellen in zo'n staat dat er sprake is van rechtvaardigheid, nog dat er sprake is van onrechtvaardigheid.
Nou, dan zeggen ze van, nou, dan gaan we misschien die staat wat uitbreiden. Want het is ook wel leuk als die mensen ook nog een beetje lekker kunnen slapen. Dus nou, laten we iemand hebben die dan zorgt dat ze bedden hebben. Dus de meubelmaker, die komt de staat verrijken. Nou, af en toe ook wel leuk om een feest te vieren. Nou, dan krijg je dus meteen al wijn en een taartenbakker. En nou ja, dan een parfummetje is eigenlijk ook wel lekker. En nou, dienstmeisjes. En, nou ja, en dan gaat maar door en gaat maar door. Dan denken ze dat schilderijtjes aan de muur willen hebben en nog wat juwelen, goud, ivoor. Nou, dat heb je natuurlijk niet allemaal in je staat. Dus wat krijg je dan? Dat je natuurlijk ook een militair apparaat moet hebben om die grondstoffen ergens anders vandaan te halen. Ja, dan zijn andere mensen ook wel geïnteresseerd in al die mooie spullen. Dus dan heb je weer politiemensen nodig die dat een beetje kunnen bewaken en advocaten en rechters voor als het misgaat. Nou, dus die staat die wordt uitgebreider en uitgebreider. En je ziet dus, op het moment dat begeerte een rol gaat spelen, ja, dan is er dus eigenlijk, wordt het ineens een stuk complexer. En nou ja, dan gaat het dus, nog even terugkomt op die rechtvaardigheid. Dus ze gingen kijken van ja, in die simpele staat is rechtvaardigheid eigenlijk niet aanwezig. En nou ja, we zien dat langzaam maar zeker die behoefte daaraan ontstaat als we die staat complexer maken. Dat hoeft overigens niet te betekenen dat die rechtvaardigheid in die eerste simpele staat er helemaal niet is. Maar het betekent meer dat mensen daar dus niet van bewust zijn. Dat ze het eigenlijk helemaal, dat het een beetje zoals Lao Tse in de Tao Te King schrijft, hè, dus als de Tao verdwijnt, dan ontstaat er rechtvaardigheid. Dus op een moment dat mensen gewoon op een natuurlijke manier leven, ja, ja, dan dat is eigenlijk rechtvaardigheid. Nou, daar komen we nog op terug. Dus dat is eigenlijk die simpele staat. En dan krijg je dus langzaam maar zeker een complexe staatsvormen. En dan beschrijft Plato verschillende staatsvormen. En de idealen, daar komen we voor de pauze aan het eind nog even op terug. Maar hij beschrijft op een gegeven moment ook de democratie. En ik denk, nou, dat is natuurlijk interessant, het meest interessant voor ons. En eigenlijk beschrijft hij daar best wel positief over. Want hij zegt, het is de staatsvorm met de grootste vrijheid. Want iedereen die mag onbelemmerd spreken, je mag doen en laten wat je wil. En het is eigenlijk net als een bont kleed met allemaal mooie kleuren. Er zit, ja, je komt er van alles tegen. Het is geen dwang, je hoeft helemaal niks. Het is heel tolerant. En als iemand wat zegt over een ander, dan wordt dat meteen als bekrompen gezien. Degene die de kant van het volk kiest, is het meest populair. En als je geen maten kan houden, dan heet dat, nou, je weet te leven. Als het een beetje chaotisch is, dan zeggen ze, ja, dat is vrijheid. Geld verspillen is de dingen groot bekijken. En je nergens voor schamen, dat is moedig. Dat wordt als moedig gezien. Nou, de democraat, wat is dat dan voor figuur? Dat is dus eigenlijk iemand die, zegt Plato, zijn leven vult met ja, bezig zijn met allerlei niet noodzakelijke verlangens. Die leeft een beetje van de ene dag in de andere. De ene dag dan is hij bezat, de volgende dag dan heeft hij weer spijt en dan leeft hij alleen maar op water en brood en dan wil hij afvallen. Dan gaat hij weer sporten en dan heeft hij daar weer geen zin in en dan wil hij even lekker lui op de bank hangen. Dan keer heeft hij nergens interesse in en dan wil hij zich ineens verdiepen in de filosofie. Dan gaat hij voor, wil hij militair worden, dan weer zakenman. En eigenlijk, ja, zo golft hij een beetje op en neer nou, vooral gericht op zijn verlangens. Hij gaat ook de politiek in, want dan kan hij even lekker direct en ongezouten zijn mening verkondigen. En velen, zegt Plato, zullen hem benijden om zijn bestaan, want hij kan zo lekker doen en laten wat hij wil. Maar, zegt Plato, dat is meteen een van de risico's, grote risico's van de democratie. Want die zal langzaam maar zeker ten onder gaan aan dat niet te verzadigen verlangen naar vrijheid. En dan vervallen in een dictatuur. Want hij zegt, zal die vrijheid niet steeds verder doorgedreven worden? En ik citeer hem nog even, hij zegt dat, nou ja, dat je op een gegeven moment situatie krijgt waar ouders gelijker willen zijn van hun kinderen. Kinderen dus respect verliezen voor hun ouders. Leraren de leerlingen naar de mond praten. Jongeren op ouderen neerkijken en ouderen de jongeren nadoen om niet autoritair te lijken. Hij zegt dan dat er
drie groepen zullen ontstaan in zo'n democratie. Aan de ene kant krijg je de brutale, de mensen die hun woordje wel klaar hebben, altijd goed weten te overtuigen. Nou, die kunnen carrière maken in de politiek en zo langzaam maar zeker ook zeg maar, aan de macht komen. En aan de andere kant heb je dan de rijken. Degene die dus al vanwege hun vermogen ook al behoorlijk invloed uit kunnen oefenen en macht hebben over tot slot de derde groep, het volk. En eigenlijk zegt hij, ontstaat er een strijd dus dan tussen die, aan één kant die machthebbers, die brutale machthebbers, aan de andere kant de rijken. Dus die machthebbers zullen proberen om zoveel mogelijk geld van die rijken af te troggelen, hoge belastingen te rekenen en om ook het een en ander aan het volk te kunnen geven, om ze tevreden te houden, maar ook natuurlijk wel wat aan zichzelf. En aan de andere kant zullen de rijken proberen zeg maar die machthebbers in een kwaad daglicht te stellen en eigenlijk continu met allerlei processen proberen dat te vertragen en te zorgen dat ze het geld gewoon behouden. Nou, het volk is dan eigenlijk een beetje het ondergeschoven kindje. Hè, en die is op een gegeven moment is er die strijd tussen die machthebbers en de rijken zat. En die merkt ook van, wij zijn eigenlijk, wij delven het onderspit. En die kiezen dan één sterke leider. En dat is een leider die geweld niet schuwt. En eigenlijk allerlei mooie beloftes doet aan het volk om het geld weer netjes te verdelen. En te zorgen dat de schulden worden geschrapt en dat iedereen weer gelijk meedoet in die staat. En het volk gaat daarin mee en zolang ze de leider goed voor hem zorgt, dan tolereren ze dat hij tegen zijn tegenstanders wel wat gewelddadig kan zijn. Want hij houdt in ieder geval met mooie beloftes de goedkeuring van het volk. Het zal ook iemand zijn die dus, juist om zijn positie als machthebber te verstevigen ook, dus continu op conflict uit is. Dan kan hij laten zien dat hij de leider is en dus ook oorlog gaat voeren tegen bijvoorbeeld andere landen. En langzaam maar zeker trekt hij daarmee dus ook zeg maar de wapens naar zich toe en komt tot in een bepaalde positie waarin het volk eigenlijk gewoon niet meer tegen hem op kan. Dat hij dus eigenlijk zowel in rijkdom als in kracht, zeg maar, door al die oorlogen, op een gegeven moment zo rijk is en uiteindelijk zijn beloftes natuurlijk niet na kan komen, maar het volk eigenlijk de strijd met hem aan moet, dat dat de enige mogelijkheid nog is om die leider, zeg maar, de macht te ontnemen. Nou, dat is nogal wat negatief geschetst, maar er zitten denk ik een hoop waarschuwingen in waar we dus ook in deze tijd nog ons voordeel mee kunnen doen. En natuurlijk is het zo, dat hebben we ook gezien, Plato beschrijft dit ook als metafoor. Dat volk speelt daar ook een heel belangrijke rol in zelf. We zeggen ook altijd, het volk krijgt de leider die het verdient. En die is dus ook in staat om die macht zo van zo'n dictator te ontnemen. En er is daar zo'n mooi voorbeeld van van Ceausescu in Roemenië na de Koude Oorlog. Dat hij op een gegeven moment een toespraak hield en moest weer al het volk bij elkaar geroepen worden om als klapvee voor zijn mooie toespraak. En toen was er op een gegeven moment één iemand in die menigte die op een gegeven moment begon te roepen. En nou, een volgende volgde en binnen no time jouwde de hele menigte hem uit en binnen een paar dagen was het gedaan met Ceausescu. Dus dat is ook, dat is ook weer het idee wat wij creëren over de macht die zo'n leider heeft. Maar goed, Plato beschrijft dus nog wel het een en ander aan waarschuwingen. En we zien dus ook nu in deze tijd eigenlijk allerlei dingen, zeker dus aan de andere kant van de sloot. Iemand die allerlei mooie beloftes doet, zich van waarheid niet zoveel aantrekt. Eigenlijk ook geweld niet in zijn woorden in ieder geval niet schuwt. Laten we hopen dat daar in ieder geval uiteindelijk toch goed uit
aangepakt. En je ziet natuurlijk wel enig ander aan checks en balances om te voorkomen dat zo'n persoon echt tot een dictator kan worden. Nou, het geeft dus ook aan dat Plato de democratie ook niet al te hoog in het vaandel heeft. Maar nogmaals dus in die metafoor. En dus hij beschrijft, eigenlijk zou je de aristocratie, degene die het beste inderdaad, de meeste kennis hebben, de meest wijs zijn, zouden eigenlijk leidend moeten zijn. En dan heb je de ideale staatsvorm. Nou, als daar op een gegeven moment oneenigheid ontstaat en de een het ook belangrijk vindt om gelijk te hebben, hè, dus dat er een mate van eerzucht ontstaat, dan kan dat vervallen tot een timocratie. Een staatsvorm waarin de eerzuchtigen leiden. Dan is er dus eigenlijk al een begeerte die een rol gaat spelen. Dus dat kan ook heel snel doorslaan naar begeerte op een lager gebied. Dus ook naar uiterlijke rijkdom. Dan krijg je de oligarchie. En als op een gegeven moment dan zo'n rijke leider, zeg maar, omvergeworpen wordt door het volk. Zoals we bijvoorbeeld ook bij Lodewijk XVI hebben gezien. Franse revolutie. En dan kan dus een democratie ontstaan waar dat volk leidend is. Nou, ik denk dat uiteindelijk die staatsvormen niet zozeer centraal staan, maar meer de vraag van hoe zorgen we dat, zeg maar, de wijsheid gaat regeren. Dat de juiste ideeën gaan regeren. En daarbij kunnen we natuurlijk ook weer die verschillende aspecten in het denken gebruiken, die Plato dus ook beschrijft, onder andere via de metafoor van de grot. En dus ook in een democratie zijn we natuurlijk gewoon in staat om met kennis de keuze te maken. En kunnen we natuurlijk ook als democraten, zeg maar, de verantwoordelijkheid nemen om te zorgen dat inderdaad die wat meer universele aspecten een rol spelen in de democratie. Belangrijk daarbij is ook het begrip vrijheid. Hè? Dus Plato zegt ook van, je moet heel erg oppassen in een democratie dat verlangen naar vrijheid niet te groot wordt. Maar dan kijkt hij op dat moment vooral naar ook de vrijheid van de lagere aspecten. Hè? De vrijheid van de persoonlijkheid die dan wil zeggen wat hij wil, wil kunnen doen wat hij wil. En niet naar bijvoorbeeld vrijheid van geweten, zoals waar ons eigen land op gebaseerd is. Hè? Dus het vrijheid van denken die je natuurlijk ook hebt. En dat is een ander type vrijheid waar we natuurlijk ook onze pijlen op kunnen richten. Dus ook daar, hè, vrijheid kan niet zonder verantwoordelijkheid. Nou, dan even de staat die Plato daar tegenover zet. Dus laten we dan weer even uit het dal klimmen. We zijn nu even ver afgezakt om te laten zien wat de risico's kunnen zijn. Plato beschrijft als ideale staat eigenlijk drie groepen. En hij zegt, in de ideale staat heb je de werkers, de wachters en de wijzen. Die elk een eigen functie hebben. En de wijzen zijn degene die de staat leiden. En dus die ook eigenlijk moeten zorgen dat wat leidend moet zijn in die staat, wijsheid, hè, dat een deugd die zij zelf moeten bezitten om tot die positie te komen, dat die ook blijft leiden. Dus het zijn ook degene die onderwijzen en dus ook degene die, zeg maar, de toekomstige leiders selecteren op basis van die wijsheid. En dat kunnen zij het ook het best omdat ze zelf die wijsheid bezitten. En een van de belangrijkste criteria is daarvoor ook dat als je op zoek gaat naar die leidende figuren, dat ze eigenlijk nooit zullen zeggen dat zij de staat willen leiden. Ze zullen namelijk altijd zeggen als wijze mannen, ja, er moet iemand zijn die nog wijzer is dan ik. He, dus die gaan dus ook uit van dat idee van het goede, dat zij niet altijd de wijsheid in pacht hebben. Dus ze zullen altijd zeggen, nou, er moet iemand zijn die het beter weet. En daardoor moet ze gedwongen worden om die staat te leiden. Dan heb je de wachters. En de wachters zijn dan degene die eigenlijk de staat moeten beschermen. Die waken over de staat. Die hebben net zo min als de wijze bezit.
Bij de wachters en de wijzen wordt gezegd, ja, dat zijn degenen die eigenlijk al boven die materiële begeerte zijn uitgestegen. Dus die zijn al eigenlijk die God uit, zou je kunnen zeggen. Dus die hebben dat ook helemaal niet nodig. Die zijn eigenlijk gewoon tevreden met gewoon het minste wat ze nodig hebben. Gewoon onderdak, voedsel en dat is prima. En tot slot heb je dan de werkers. En die werkers, ja, die moeten dan ook wel zorgen voor die wijzer en die wachters. Dat die inderdaad dan ook een onderdak en voedsel hebben. Maar dat is eigenlijk gewoon alleen maar naar hun beperkte behoeften. En zelf zijn dat degenen dus die de staat onderhouden. Die moeten zorgen dat, dat die staat voeding heeft. Maar die dus ook het meeste bezit hebben. Die ook het meest, want zij zijn ook degene die dan daarvoor werken. En eigenlijk dat grootste deel van het bezit dan ook onder elkaar mogen verdelen. Nou, je ziet dus daar verschillende deugden ook. Dus de werkers die moeten met name gericht zijn op zelfbeheersing. Om langzaam maar zeker toch zoveel mogelijk zeg maar de zelfbeheersing te hebben. En dus in zekere zin ook voor ten dienste van die staat te staan. De wachters door moed en de wijzen door wijsheid. Maar ze zijn uiteindelijk, en daarvoor gebruikt Plato deze metafoor, op zoek naar wat dan rechtvaardigheid is. Dat is een andere belangrijke deugd. En eigenlijk zegt Plato, rechtvaardigheid of gerechtigheid, zo je het ook kunt omschrijven, is dat eigenlijk ieder dus dan zijn functie heeft ten behoeve van het geheel. Dat ieder precies dat doet wat hij, waar hij best toe in staat is en dan voor dat geheel. Dus degene die goed kan timmeren, die moet timmerman worden. Degene die schoenen kan maken, moet schoenmaker worden. Nou, en degene die inderdaad heeft bewezen wijs te zijn, en hij beschrijft een heel onderwijsproces wat wel 50 jaar duurt om echt te zien wie dan inderdaad die wijze is, die dat dus ook in de praktijk gebracht heeft en heeft laten zien. Dat zijn dan degenen die dus tot de klasse van wijsheid kunnen behoren. Nou, dan hebben we dus meteen een definitie voor rechtvaardigheid. Dus als iedereen dat doet wat hij zou moeten doen ten behoeve van het geheel. En wijsheid, zegt hij, is dan eigenlijk datgene wat dat gedrag weet te sturen. Wat dus het juiste op een juiste moment zeg maar in die harmonie weet te brengen. Nou, dat geeft dus ook al aan dat stand verplicht. Dus dat zeg maar vooral die mensen die leidend zijn in de staat, die zich dus ontwikkeld hebben op een bepaald gebied, dat die dus eigenlijk ook altijd die op zoek moeten zijn naar verbinding. Ook die verbondenheid, die harmonie in die staat, zeg maar, moeten uitdragen en daarnaar op zoek moeten zijn. Nou, dat geeft wel even aan wat dan eigenlijk de functie zou moeten zijn. Nou, als Plato dit zo, of Socrates dan in de dialoog, dit zo schetst, dan zeggen ze hun partners op een gegeven moment ook van ja dat is wel heel Spartaans wat je dan voor die wijzen, die mogen helemaal niks. Ga je die wel vinden? Nou, dan heeft Socrates twee antwoorden. Hij zegt, nou, enerzijds, we waren helemaal niet op zoek naar het beste voor één persoon, maar we zijn op zoek naar het beste voor iedereen. En dat laat hij dus ook heel duidelijk zien in die definitie van uiteindelijk moet iedereen ook wat geven. Iedereen moet ook wat opofferen, moet er ook voor die anderen zijn. Dus ook die wijzen. Dus die hebben het een en ander op te offeren. Maar hij zegt ook heel duidelijk, ja, je weet helemaal niet naar welk geluk zij streven. Dus dat is helemaal niet het allermooiste huis of het meeste bezit. Noem maar op. En we zien daar natuurlijk ook wel mooie voorbeelden van. Een tijd geleden, hij is inmiddels afgetreden, hadden we de armste president ter wereld in Uruguay. Die gewoon nog lekker in zijn kevertje reed, gewoon lekker in zijn eigen huisje in het land bleef wonen. En zo ook weer een voorbeeld gaf voor de leidende figuren in die staat. Goed, hier wilde ik het even bij behouden voor dit deel. Ik kan me voorstellen dat hier misschien wat vragen over zijn. Over die wijzen die lijden en er staat er gedwongen. Worden ze nou gedwongen door een ander of vanuit zichzelf op een of andere manier? Nou ja, omdat ze vanuit zichzelf zeggen van ja, ik ben niet de wijste. Ja. En ook helemaal geen behoefte hebben aan macht of zo.
moeten gedwongen worden. Door wie? Zoals Plato zegt, door de andere wijzen. Dus dat zijn degenen die staat moeten leiden en dus ook moeten kijken van nou, wie is, heeft welke talenten en is op welke plek het best, komt hij het best tot zijn recht. En dat heeft dus... nou denkt van, ik ben er toch niet door in staat. Dat is precies het punt. Dat is precies het punt. Dat je moet dwingen, ja. En dan vinden al die anderen het wel. En dan moet je toch worden. Ja. Toch zo? Ja. Ja, en dat zal die denk ik ook doen op het moment dat... He, als het echt een onzelfzuchtig iemand is, dat ze zeggen van ja, maar de staat is van jou afhankelijk, we hebben je nodig, he, dan, het gaat niet om jou, maar het gaat om het geheel. Nou ja, dan zal hij inderdaad ook wel zeggen dat hij zo'n positie zal bekleden. Maar hij weet dat hij nooit de wijste zal zijn, want er zijn altijd nog wijzen. Nee, precies. En misschien is hij daarom juist de wijste. Ja. 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 Of voelt. Ja, dus dat is een mooie check die Plato meegeeft. Ja. Nou, waar blijven al die wijzen dan in onze wereld? Ja. Daar zit ik al heel lang op de bank. Dat zou het wel zijn. Ja, dat kunnen we ons afvragen. Ja. Zoals we al zeiden, het volk krijgt als leider die ze verdienen. Dus misschien moeten we daar ook gewoon zelf naar op zoek. Gaan we na de pauze ook nog wel verder op terug. Maar ik denk dat die er altijd zijn. Misschien niet direct op de voorgrond. En het is soms ook heel moeilijk, hè, want ik heb laatst ook weer naar dat verkiezingsdebat zitten kijken. Ja, toch. Word je daar nou wijzer van? Nee. Dus dat gaat natuurlijk ook heel erg over van ja, de beeldvorming. En het beeld wat mensen hebben. En het is moeilijk om... ze doen al wel wat meer hun best. Om het over de inhoud te laten gaan. Maar ja, er zitten dan weer van die formats. Ja, ja, die in 30 seconden, ja. Alleen ook dat, waarom... Ja. En dat komt ook. Dat komt natuurlijk ook wel weer, omdat... de mensen bij de media ook zien, ja, maar als wij het zo presenteren, ja, dan blijven er heel veel mensen kijken. Dus in die zin is het natuurlijk ook een wisselwerking, is het natuurlijk ook wel weer onze verantwoordelijkheid. Daar staat het niet los van. Ja. Als je nou eens eventjes heel wijs kijkt naar de bescheiden partijen, dus de bescheiden opstellen, misschien ook een idee. Ja. Die niet zoveel praatjes hebben. Nou, we gaan geen stemadvies geven. We zijn. We zijn er voor zoekers naar waarheid, dus dat is die vind je overal. Maar dat zijn dus wel wat criteria die we mee kunnen nemen. En. Wat ik vooral zo frappant vind, is als je, zeg maar, dus hoe Plato die kenmerk van zo'n democratie beschrijft, maar ook bijvoorbeeld hoe dat kan vervallen, en hoeveel dingen je nu terug ziet komen in, nou ja, gelukkig nog niet in Nederland, laten we hopen dat dat zo blijft, hè, maar dan denk je van, hè, daar kunnen we nog wel wat van leren. Aan het begin van de avond gaf je al aan dat onwetendheid de grootste vijand is. Ja. Dus dan blijft er een stukje persoonlijke verantwoordelijkheid over van hoe ga je op zoek naar de informatie die je nodig hebt om tot die kennis te komen die je nodig hebt om keuzes te maken. Ja, ja, precies. En dan blijft de vraag over van hoe komt het dat er een aansturing is waardoor mensen op een of andere manier moeten toekomen om dat pad op te gaan. Ja. Dat ze zich afhankelijk blijven opstellen door de media, als je het zo mag. Ja, ja. Ja, dus, en dat ligt dus inderdaad gewoon bij onszelf. Ja. He, dus dat ligt daaraan van waar gaan wij inderdaad naar op zoek en onderzoeken we dat dan ook. Ja. En in principe ligt dat dus niet aan de staatsvorm. Want ook in de staatsvorm kunnen wij natuurlijk gewoon die verantwoordelijkheid nemen. En gelukkig zien we dat natuurlijk ook in onze democratie.
Dat er heel veel, en we hebben natuurlijk niet alleen maar in de tijd in Griekenland was dat iets anders, maar we hebben natuurlijk ook een gescheiding der machten. Hè? Dus we hebben een rechterlijke macht waarbij we natuurlijk ook personen selecteren. En die moeten natuurlijk ook wel een redelijke staat van dienst hebben om daar te komen. Dus je ziet daar ook wel natuurlijk allerlei elementen die ook wel in die andere staatsvormen terugkomen. Hè, die wat meer aristocratisch zijn. Omdat het dus inderdaad wel mensen zijn die geschikt zijn. Die dus inderdaad best geschikt zijn om een bepaalde functie te bekleden. Ja. Ja. Ik zat naar aanleiding van jouw vraag. Kan je dat als scharen? Hè? Waarom gaan we dat pad niet op? Onder de wachters, dat je eigenlijk wel weet wat goed is. Hè? Ja. Alleen, je hebt niet de moed, de volharding om eraan vast te houden. Dat is misschien best wel een mooie boodschap van Plato. Want die wachters vind ik niet altijd makkelijk om die te plaatsen. Ergens zie ik ze, je hebt geroken aan de wijsheid, dus ze zijn dichter bij de wijze. En houden daar ook met volharding aan vast om dat ook te verspreiden. Ja. Hebben geen bezit omdat ze eigenlijk wijzer zijn en weten dat dat niet belangrijk is. Ja. Nou, maar het is vooral ook omdat we, dus die moed kom je bijvoorbeeld ook tegen op het moment dat je dus zeg maar in tussen het begeerte denken zit, bijvoorbeeld, dan is het best wel wat moed voor nodig om je daaraan te onttrekken. Zeg van, nou, daar doe ik niet aan mee. Nou, ik denk dat de wijze toch ook dan eigenlijk naar een soort altruïsme werkt. Alleen op wat ze zijn, in wat zij willen, dat het altijd in dienst is van iedereen. Ja, precies. Maar bestaat dat dan wel? Want ook die is op zoek naar die hogere. Ja, nou ja, dus. Bestaat dat eigenlijk? Ja. Nou ja, maar daar moet je mee oppassen om dan. Er is natuurlijk altijd een hogere vorm daarvan. Hè, dus wat altruïstisch is voor mij, dat is nog hartstikke egoïstisch voor de Boeddha. Die denkt dat. Dus in die zin is er altijd groei. Maar dat betekent niet dat dat niet bestaat. Zeg maar. Hè, dus dat. Daar is natuurlijk altijd. Dat is denk ik juist waar Plato ook elke keer toe uitnodigen, van blijf bezig, hè? Blijf jezelf verwonderen over die nog grotere groei die er is. Toch een bezoektocht, steeds hoger ook verder gaat, waar wat oneindig is. Ja, klopt. En dat is ook iets wat terugkomt in, vorige week hebben we het ook over de mysterieleering gehad, gaan we het over 2 weken nog wel verder over hebben. Dat daar in zekere zin ook altijd wel weer leidende figuren voor zijn. Hè? Dus dat in zekere zin ook die wijzen natuurlijk ook wel weer een inspiratiebron hebben. Ja. En dat er altijd, ook dat gaat zeg maar tot in het oneindige door. Dan altijd weer leraren en leerlingen. Wat zeg je daarmee ook dat de wijzen op hun weg ook allerlei vormen van repressieve tolerantie tegen zijn gekomen? Ik denk het wel. Hij beschrijft dat zelf ook in de opvoeding die hij schetst voor de wijze. Hij zegt, we moeten eigenlijk, en dat moet je niet te dogmatisch opvatten, hè, dus het is allemaal ook een beetje metaforisch, maar Plato zegt, je moet eigenlijk voor hun 30ste moet je de mensen nog niet met de hogere kennis bezig laten gaan. Nou, dat is niet wat wij, hè, we zeggen van, nou, iedereen heeft dat inzicht. Maar het gaat meer om de waarschuwing die hij erbij geeft. Want hij zegt van, als je dat te vroeg doet, dan is het een beetje als een wees die op een gegeven moment erachter komt dat zijn ouders zijn echte ouders niet zijn. En dat een hele schok teweeg kan brengen. Namelijk, als je het te vroeg doet, hij zegt, als mensen in een puberteit zijn, zeg het even in eigen woorden, dan hebben ze nog wel de neiging om even te laten zien dat ze het wel allemaal weten. En dan gaan ze in discussie en daar houden ze dan van. En dan komen ze er ineens achter dat als je ze dus inderdaad vanuit een hogere filosofie opvoedt, dat de wereld heel anders in elkaar zit, dat ze heel anders denken. En dan kunnen er 2 dingen gebeuren. Ofwel dat hij daardoor denkt van nou, dit is zo raar, ik wil er eigenlijk bij horen, dus ik laat die ideeën maar gaan. Dus dat hij daarmee achterwege laat.
Ofwel dat hij zeg maar heel dogmatisch wordt en gaat verharden in zijn denken. Hè, dat hij dat gaat kristalliseren en denken dat hij beter, het beter weet. En eigenlijk is dat dus die waarschuwing van ja, je moet het eigenlijk wel zelfstandig bereiken, die filosofie. Je moet het ook kunnen gronden op basis van de praktijk in het leven. En ook zeg maar die moed kunnen hebben gehad, die je dus inderdaad, dat je daarvoor uit kunt komen. Dat als mensen anders denken, dat je gewoon zegt van, nou ja, zo, ik denk er iets anders over. Ik denk dat het zo en zo zit. En dat je dat dan ook kunt onderbouwen. En niet omdat je dat gewoon met de paplepel hebt ingegoten gekregen. Ja, dan kom je uiteindelijk een soort Socrates tegen, die natuurlijk uiteindelijk nog maar een stelling onderuit haalt, waardoor je eigenlijk niets meer weet. Ja, precies. Ja, ja, klopt. Ja, en daar, dus dat kan dan hard aankomen. Ja, ja. Dus daarom zegt hij eigenlijk moet je daar dus moet je dat altijd rustig opbouwen. En dan, ik zou de leeftijd van 30, hè, ik denk dat hoe jong iemand daar, als iemand er klaar voor is, laat hem vooral beginnen, zou ik zeggen. Maar wel dat hij dat dus ook, dat het uit zichzelf komt. Hè. Ik denk dat vooral is wat Plato wil meegeven. Dat we dat niet te veel gaan opleggen, indoctrineren. Ja. Ja, wat ik bij de ideale staat van Plato wel een beetje mis, is die vrije wil. Die bij de theosofie zo uitgedaagd wordt. Want als je goed leest, zoals ik hem heb gelezen, laat ik anders zeggen. Zie je toch, hè? De wijzen worden gedwongen om. Hè? De wachters hebben geen bezit, die worden gedwongen om geen bezit te hebben, want dan komen ze ook niet in de verleiding. Dus ik mis dan die vrije wil, want het wordt een beetje opgedaan van bovenaf. Ja, het is eigenlijk andersom. Het is die wachters krijgen geen bezit, want dan komen ze niet in verleiding. Nee, de wachters worden de wachters, omdat ze niet in verleiding komen van, voor bezit. Ja, dat is net om. Ja, nee, maar dat is hoe Plato beschrijft. Hij beschrijft, dat zijn dus alleen maar die mensen die dus daarboven uitstijgen, die dus in die klasse mogen zitten. En die dus ook, inderdaad, waarin het volk dus ook vertrouwt, die dan ook het gezag krijgen, omdat ze gewoon weten, ja, die zijn niet geïnteresseerd in. Weet je, die zijn niet om te kopen, want wat willen ze, die hoeven dat helemaal niet. En de werkers gewoon lekker van laten profiteren van materiële dingen. De wijze moet het regelen. Hij laat die kinderen maar speelgoed spelen. Ja, dat is het. Ja. Nou, de werkers die moeten natuurlijk wel daarin enigszins. Die moeten wel gericht zijn op zelfbeheersing. Ze moeten wel wat. Ze moeten wel ten dienste zijn van die staat. En daar zorgen dan die wachters ook wel voor. Maar wel tot wat zij aankunnen. We weten allemaal, het is allemaal nog niet zo ver dat we, ja, dat we in een doos buiten onder de brug kunnen gaan liggen, noem maar wat. Ja, dus daar hebben we nog wat te leren. Ja. Is de ideale staat dan wel iets wat je kan realiseren of kan manifesteren in deze wereld? Mm-hmm. Of moet dat het ideaal blijven om uit te streven en daardoor te groeien? In die zin dat Plato, hij heeft het zelf ook geprobeerd. En daar komen we na de pauze nog over op terug. Dus hij heeft dat niet gelaten bij alleen maar een mooi ideaalbeeld. Hij zei ook over zichzelf, ik wil geen praatjemaker zijn. Hè, dat laat hij dan ook wel zien. In die zin dat het is allemaal bedoeld als metafoor. Het is ook bedoeld om neer te zetten, wat is nou uiteindelijk ook het hoogste in onszelf? Wat zouden wij in onszelf als leidend moeten laten zijn? En dat we dus ook op zoek moeten gaan naar wie is dan de wijze in onszelf? En wat is de wachter in onszelf? En wat is de werkende in onszelf? En wanneer laten we die, zeg maar, klasse aan bod? Wanneer zijn ze nodig? En wat moet er leidend zijn? Dus dat zijn de ideeën die hij ons al meegeeft. Ja. Ja, is het misschien niet zo dat je hier ook een stukje van de emulatieleer in terug herkent? Want het begint dan eigenlijk bij de werkers. Maar als je de werkers gewoon laat doen waar je goed in is, dan krijg je dus natuurlijk een hele. Weet je, dan gaat het proces verwerken eigenlijk. Ja. Het systeem gaat dan in werking treden. Ja. Want je moet het niet van boven zien te verwachten. Het begint dan eigenlijk in de onderlaag. Ja. Ja, en daar kan ik ook wel terug weer komen op de vraag over die vrije wil. Hè? Van, nou ja, je kan die vrije wil kan je ook
in zevenen verdelen. Vrijheid materieel gezien. Alles kunnen hebben wat je wil. Of kunnen zeggen wat je wil. Op verlangen. Of inderdaad dus meer gericht op die hogere aspecten. Vrijheid van denken, et cetera. En ik denk dat dus die vanuit het emanatie-idee, dus dat er altijd een soort van bron is die een soort van sfeer schept, een soort ideaal neerlegt, waartoe anderen aangetrokken worden, overeenkomstig datzelfde ideaal. Zoals wij eigenlijk ook allemaal aangetrokken worden tot een bepaald land, ook omdat daar een bepaalde sfeer, een bepaald ideaal heerst. Zoals bijvoorbeeld vrijheid van geweten, waar Willem van Oranje Nederland mee gesticht heeft. Dat is een soort van sfeer die bij Nederland hoort, een bepaalde tolerantie. Dan moeten we proberen om dat ideaal natuurlijk ook na te streven en waar te maken. En dan heb je dus op verschillende niveaus in zo'n staat, heb je dan mensen die een bepaalde plek hebben, die allemaal conform hun plek een bepaalde vrijheid en ook een bepaalde verantwoordelijkheid hebben. En dus eigenlijk de uitdaging is bijvoorbeeld voor die werkers is, zelfbeheersing, juist om dat lagere, zeg maar, om die begeerte te beheersen, zodat zij ook uiteindelijk zeg maar, ook dat moedige in zichzelf kunnen ontwikkelen en ook die wijsheid in zichzelf kunnen gaan ontwikkelen. Ik weet niet helemaal of dat de antwoord was op jouw vraag, Brian. Ja? Geen vragen meer? Even pauzeren? Oké. Het levert nog steeds gesprekstof op, dat toon maar weer eens aan. Goed, we hebben het gehad over ideeën, hoe ideeën kunnen regeren. Een beetje al wat willen we laten regeren, maar dat is natuurlijk ook vooral aan ons. Maar dat is even Plato zijn visie daarop. En natuurlijk ook hebben we nog de vraag, hoe laten we dan dat ideaal regeren? Ik liet vijf staatsvormen zien uit de dialoog De Staat van Plato. Maar hij heeft ook nog een andere dialoog geschreven, De Staatsman. En daar geeft hij zeven staatsvormen. En dat vond ik zelf ook wel een hele interessante verdeling. En dat zijn de volgende zeven die hij beschrijft. Hij beschrijft er eentje eigenlijk omschrijft hij die alleen maar. Niet heel letterlijk, maar hij zegt dus eigenlijk de allerhoogste is als je een staatsvorm hebt waar er eigenlijk niet eens meer wetten hoeven zijn, want waar gewoon de wet met een hoofdletter regeert. Dus hij bedoelt er eigenlijk waar iedereen zich gewoon aan een soort van zijn hoogste ideaal houdt, zijn hoogste wet, de hoogste wet laat regeren. En dus iedereen gewoon zoveel mogelijk juist handelt, met inzicht, naar eer en geweten. En dan heb je eigenlijk helemaal geen wetten nodig. Dus wetten zijn er alleen maar om, op het moment dat mensen ze overtreden. En we kunnen niet gewoon met ze praten om te zorgen dat ze beter moeten doen. Nee, er moeten straffen aan te pas komen, et cetera, et cetera. Zoals Lao Tse dat zo mooi zei, als de touw verdwijnt, dat inzicht in het idee van de eenheid, dan ontstaat rechtvaardigheid. Want dan pas zijn er wetten nodig. Dus dat is de eerste vorm. En de tweede vorm is dan eigenlijk wel een leider, wel een koning, maar die zich dan gewoon aan de wetten houdt. Dus je zou kunnen zeggen verlicht despoot. Zijn niet zo heel veel goede voorbeelden van uit in ieder geval de recente geschiedenis. Koning Ashoka is daar wel echt een voorbeeld van. En we zien natuurlijk wel wijze leiders. We hebben natuurlijk Gandhi gehad, Mandela. Maar goed, dat zijn een paar schaarse voorbeelden. Maar die hebben we zeker ook in de geschiedenis gekend. Dan heb je een aristocratie, en daar bedoelt hij dus een kleinere groep mee. Kleinere groep mensen die leidend zijn in de staat en zich aan de wetten houden. En dan de democratie, waar de mensen zich aan de wetten houden. En eigenlijk zegt hij, de democratie is als mensen zich niet aan de wet houden, nog niet eens zo'n slechte staatsvorm.
He, want dat is een stuk beter dan bijvoorbeeld een oligarchie, dat je een kleine groep hebt die zich niet aan de wetten houden. En tot slot een tirannie van één persoon die zich niet aan de wetten houdt en dus eigenlijk alleen maar doet wat hij wil. En ja, verder moet iedereen maar uitzoeken als hij maar de baas blijft. Ja, en dit, is, dit geeft eigenlijk ook wel een mooie volgorde aan. Omdat je daar ook wel duidelijk ziet van nou ja, hoe je makkelijker van het een in het ander kan komen. En ook als je kijkt naar onze eigen democratie, dat je dan ook wel nou ja, vormen ziet die zich uitstrekken een beetje van 2 tot en met 7, zou ik zeggen. Dus als je het hebt over 2, dan zie je misschien af en toe in onderdelen van de maatschappij, zie je wel mensen die wel echt wijs zijn en een bepaalde leiding geven ergens aan. En dan denk ik ook bijvoorbeeld aan het bedrijfsleven, waar je ook steeds meer bedrijven ziet die niet zozeer voor de winst gaan, maar meer voor een ideaal. Dus die gewoon zeggen van, nou ja, dat is waar wij voor staan. En die winst, dat is gewoon bijkomstigheid. Dat is het resultaat wat erbij hoort. Maar wij staan er om zo goed mogelijk product te maken, wat dat dan ook mag zijn. Of een aristocratie, waarbij je een kleinere groep mensen hebt die wat leidend zijn. En over het algemeen een democratie waarbij we soms zien dat mensen zich aan de wetten houden. En soms ook zien hoe ze zich wel aan de wetten houden, maar eigenlijk proberen de maas in de wet te vinden. Hè. Dus nou ja, in hoeverre dan van rechtvaardigheid nog sprake is, dat kan je soms afvragen met nou ja, allerlei fondsen die op allerlei manieren proberen belasting te ontduiken, et cetera. En nou ja, uiteindelijk ook zelfs die lagere vormen. Nou ja, ik hoop dat dat ook schaars wordt. Nou, Plato heeft zelf het dus ook niet alleen maar bij een ideaal gelaten. En ik had beloofd dat ik daar ook nog wat over zou vertellen. En het is heel interessant, hij heeft een aantal brieven geschreven. En dat geeft dus ook wat autobiografische informatie over Plato zelf. En een van de bekendste is de 7e brief. Er was nog eens sprake van, is dat wel echt en niet? Nou, dat hebben ze met de allerlei stelgelijkenissen via computertechnologie inmiddels wel redelijk aan kunnen tonen. En dan geeft hij een heel interessant weer wat zijn ervaring is geweest, onder andere ook in Sicilië, waar hij een tijd lang adviseur is geweest van het Hof. Om eigenlijk te kijken in hoeverre zijn ideeën, ook van dus de ideale staat, daar misschien toegepast konden worden. Nou, dat is. Ik had al eigenlijk vorige keer ook wel wat verteld over Plato en zijn achtergrond. Hij kwam dus uit een aristocratische familie, zelf al de politiek in. Nou ja, tenminste, dat was voor hem weggelegd. En toen dacht hij al heel snel van ja, dan moet ik wel een aantal mensen om me heen hebben waarmee ik dat kan doen. Nou, die kon hij toen niet vinden. Toen zag hij ook nog een nogal tyranniek bewind ontstaan in Athene. Nou, dat was niks voor hem, dus dat is hij toen zelf is hij een ander pad gaan volgen. Maar op een gegeven moment in zijn reizen heeft hij dus iemand in Sicilië ontmoet, een zekere Dion, en dat was een zwager toen van degene die regeerde, Dionysius. En ja, die was wel heel erg geïnteresseerd in zijn ideeën. Nou, die Dionysius, dat was echt een dictator, maar die overlijdt op een gegeven moment. En die laat Sicilië na aan zijn zoon, Dionysius II. En die Dion die heeft al een goede band met die zoon, die is nog redelijk jong op dat moment. En die heeft wel interesse in die ideeën van Plato, dus haalt Dion hem over, Plato over om naar Sicilië te komen. Nou, de eerste keer dat Plato er was in Sicilië had hij ook al wat van zich laten horen. En toen was die toenmalige dictator niet zo blij met hem, dus die had hem op de slavenmarkt verkocht. Nou, toen is Plato, heeft hij toch nog zijn weg naar Athene weten te vinden. Dus hij zat helemaal niet zo, had er helemaal niet zo goede herinneringen aan. Dus hij zat er eigenlijk niet zo op te wachten. En dacht ook van ja, wat moet ik daar? Maar hij zei toen over zichzelf, nou, ik wil geen praatjesmaker zijn. En is dus toch toen op dat verzoek van Dion naar Sicilië vertrokken. Nou, daar maakte hij dus kennis dus met die Dionysius II. Maar hij kwam er al heel snel achter, ja, dat is wel iemand die vindt het wel mooi, een beetje een mooie sier maken met de filosofie van Plato, maar echt het zelf toepassen, nou, daar bleek niet veel van terecht te komen. Dus Plato is daar toen eigenlijk met een illusie weer weggegaan. Nou, is toen toch nog een keer alsnog teruggekomen, ook toen er op een gegeven moment een conflict ontstond tussen die Dionysius II en die Dion, om die twee weer bij elkaar te brengen.
Toen heeft hij zich ook duidelijk uitgesproken, ook al was dat in die situatie best gevaarlijk voor hem. Maar toen zei hij ook van ja, ik vind dat je altijd de waarheid moet spreken. Hè? Nooit geweld moet gebruiken, maar wel altijd de waarheid moet spreken. En dus dat laat hem ook al zien hoe actief die ook daarin was uiteindelijk. Ook hè, iemand was die ook zeg maar leefde volgens de idealen. Hij beschrijft er ook dat het eigenlijk dus niet mogelijk was om daar in Sicilië zo'n staat zoals hij dat voor ogen had te stichten. En hij geeft daar een aantal redenen voor. Hij zegt ten eerste is het sowieso niet afdwingbaar als iemand dat moet gaan doen. Want dat moet echt uit zo'n persoon zelf komen. He, dus hij moet er zelf aan werken. En dat was ook, hij zei van je bent een slechte leraar als je niet zeg maar de vinger op de zere plek legt en zegt van nou ja, als jij een rechtvaardig staat wil, dan zou jij zelf ook op een bepaalde manier in het leven moeten staan. Hè, waarin zelfs ook inzicht in de onsterfelijkheid van de ziel een onderdeel was van wat Plato hem leerde. Daar gaan we volgende lezing nog wat verder op terug. Maar hij zei ook een hele belangrijke toets om te kijken of iemand daartoe in staat is, zo'n leider, is of die inderdaad ook een groep van betrouwbare, meewerkende mensen om zich heen heeft. Een groep betrouwbare vrienden. Hè, dat geeft aan of zo iemand inderdaad echt geschikt is daarvoor. En dat is denk ik een hele interessante hint die daar geeft. En dat wil ik eigenlijk combineren. Dan komen we weer terug op dat begrip van vertrouwen. En dan kom ik ook terug op dat begrip van aristocratie, wat dus eigenlijk een hiërarchische staatsvorm is, een hiërarchie. En dat is in onze tijd niet zo heel populair. Hè? Als we het over hiërarchie hebben, dan denken we meteen van, oh ja, dan gaat er een baas vertellen wat ik moet doen. Maar je ziet dat eigenlijk alleen maar komt omdat we alleen maar slechte voorbeelden bijna zien van inderdaad zo'n hiërarchie, waarbij dat inderdaad niet op vrije wil gebaseerd is, maar inderdaad op macht. Maar als we wat meer gaan kijken vanuit zeg maar een filosofische invalshoek en ook wat we vanuit de theosofie weten, dan weten we dat hiërarchie eigenlijk gewoon de meest natuurlijke vorm is. En daar komen we ook weer terug op het begrip emanatie. Brian, jij noemde het al even voor de pauze. Dus dat eigenlijk, als je kijkt naar hoe de natuur is opgebouwd, dan is het heel logisch dat er altijd een verdeling is van, je kan beter zeggen, een natuurlijke stroom van inspiratie vloeit van degene die meer ontwikkeld zijn naar degene die minder ontwikkeld zijn. Net zo goed als, zeg maar, ouders hun kinderen opvoeden. Of leraren leerlingen onderwijzen. He, dat gewoon is, omdat ze, diegene proberen te helpen. Nou, over dat onderwijs komen we volgende week nog uitgebreider terug. Maar dat is eigenlijk komt daarin ook dat idee van emanatie terug. En dat emanatie, even in een paar kerngedachten, dat betekent letterlijk uitstromen. Hè, dat begint dus bij een bronwezen die een bepaalde sfeer schept, waartoe anderen zich toe aangetrokken worden, vanwege een gelijke aantrekking. En die daar weer zelf ook, zeg maar, hun groei hebben binnen die sfeer. Hè, zodat je ook vaak een leidend figuur zit met een bepaald ideaal. He, dus denk bijvoorbeeld ook aan een Mandela of een Gandhi. En die dan ook een bepaalde groep mensen om zich heen verzamelen die dan in dat ideaal delen en dan met hem mee gaan werken. He, dat je ziet dat soort mensen nooit op zichzelf staan. Die dat zelf dus ook op hun beurt weer doorgeven. En dat zie je dus ook bij alle boodschappers. He, de Boeddha had zijn leerlingen, Jezus had natuurlijk zijn discipelen. Nou, eigenlijk al die Socrates. Plato was een van de leerlingen van Socrates. Plato had op zijn beurt natuurlijk ook weer leerlingen. Het is altijd weer dat doorgeven van, zeg maar, die wijsheid. En je ziet dat ook steeds meer terugkomt, alleen dan in andere vorm, ook in onze maatschappij. Maar wat minder verkocht als hiërarchie, maar dat je toch steeds meer bedrijven ook ziet, waarbij ze eigenlijk zeggen van, we moeten zorgen dat de mensen zelf zoveel mogelijk verantwoordelijkheid hebben, maar dan zich gewoon bezighouden met waar zij, zeg maar, goed in zijn. Dus je hebt nu een hele grote organisatie, buurtzorg bijvoorbeeld, dat is een van de grootste
zorgorganisaties, die zijn allemaal verdeeld in teams van gewoon van 12 mensen, die allemaal wijkverplegers zijn en die regelen eigenlijk gewoon alles zelf. Dus die weten precies wat er binnenkomt, wat er uitgaat. Die organiseren dus ook zelf hun hoe ze beter kunnen werken. Vragen gewoon feedback aan elkaar. Kijken ook zelf van, nou ja, wie heeft nu wat meer centjes nodig en wie niet. Dus ze verdelen ook zelf het salaris. En daar gaan ze gewoon helemaal zelf over, helemaal zelf verantwoordelijk. En dat is ook uiteindelijk toch, hoe raar het ook klinkt, een hiërarchische organisatie. Want er is iemand die dat bewaakt, die ervoor zorgt. En er is ook iemand die bijvoorbeeld representatief is voor zijn groep. En die kan zeggen van, nou, ik maak de afspraken met het hoofdkantoor, omdat er toch weer wat meer nodig is. Maar een hele andere hiërarchie, dus meer een hiërarchie op basis van, nou ja, geschiktheid, op basis van kennis. En uiteindelijk ook, dat kan niet zonder ook een mate van vertrouwen. Nou, dat is dus dat heeft dus ook geen leiding op basis van macht. Een baas die zegt wat je moet doen, maar dus meer natuurlijk leiderschap, gewoon op basis van iemand die, nou ja, mentaal en spiritueel gewoon verder ontwikkeld is, dus die dan ook dit natuurlijke leiderschap heeft. En je ziet dat eigenlijk ook in die organisatievormen. Ze nemen daar heel vaak ook als metafoor gewoon een levend wezen. En daar zien we eigenlijk hetzelfde terug. Hè. Wij als mens, wij zijn ook opgebouwd. Ons lichaam bijvoorbeeld, als je alleen daar naar kijkt, uit naar je organen, met allemaal cellen, met nou, alles wat weer zijn eigen functie heeft, zijn eigen ding doet. En daar zie je dus eigenlijk dat idee van emanatie terug. En dat hebben ze ook weer vertaald naar organisatievormen. Sociocratie is dan een van die organisatievormen. En dat was onder andere ook, daar was ook een theosoof die daar invloed had toen dat bedacht werd. En dat zie je dus nu eigenlijk weer terug in andere vormen in hoe mensen organisaties inrichten. Nou, vertrouwen is daar een heel belangrijk begrip. Dus het is misschien wel goed om daar nog even verder bij in te zoomen. En dan ook daar kan je dus weer onderscheid maken tussen, net zoals we dat bij vrijheid hebben gedaan en in ons denken hebben gedaan, tussen zeg maar persoonlijk vertrouwen en zelfvertrouwen met een hoofdletter zet. Dus daar kan je ook weer eigenlijk het vertrouwen vanuit de God bekijken of vanuit zeg maar buiten de God. En als je het hebt over de basis van vertrouwen, als je dus anderen wil vertrouwen, dan kan dat eigenlijk niet zonder vertrouwen in jezelf. Dus op het moment dat je dat vertrouwen zeg maar persoonlijk uitlegt, en dat kunnen we misschien weer het beste aan de hand van het Godplaatje doen. Hè, dus sommige mensen die bouwen hun zelfvertrouwen op, omdat ze bijvoorbeeld hele mooie spullen hebben. Nou, dat geeft... Tijdelijk kan dat best wat zelfvertrouwen. Je hebt een hoop bekijks, want oh, kijk ze, mooie glimmende nieuwe sportauto, ik noem maar wat. Nou, dat is iets wat natuurlijk eigenlijk alleen maar geldt voor die schaduwwereld in de God. Wat dus ook tijdelijk is, hè, want zodra er een deuk in zit, dan word je weer uitgelachen. En dus dat zit hem op, alleen dat blijft maar op een bepaald niveau. Dat is eigenlijk zelfvertrouwen, maar dan met een kleine letter zet. En mezelf vertrouwen bij een hoofdletter, dan gaat het dus veel meer uit vanuit de eenheid van het ding. He, dus dat je echt ook ervan uitgaat dat die ander eigenlijk, nou ja, precies uit dezelfde bron komt eigenlijk als jij. Uiteindelijk ook voor het goede staat, uit het goede komt en voor het goede staat. En dat heeft dus ook niet telkens opnieuw bevestiging nodig. He, dat hoef je niet steeds te toetsen. Op een gegeven moment, nou ja, kun je dan daar gewoon vanuit gaan. Dus eigenlijk de hoogste vorm van vertrouwen, of de echte vertrouwen is, zou je kunnen zeggen, dus het uitgaan van de eenheid met anderen. En Plato schrijft daar zelf ook een mooi stukje over in de Phaedo. En dat heeft een beetje een parallel met waar we het voor de pauze over hadden, met die niet te snel die filosofie doorgeven aan iemand die dat nog niet zelfstandig zeg maar kan opbouwen. En daar gaat het over bepaalde theorieën. En ik zal hem even voorlezen. Socrates die beschrijft op een gegeven moment een risico dat we theoriehaters worden.
En hij zegt, zoals andere mensen haters worden. Want geen groter kwaad kan ons treffen dan theorieën te haten. Theorieënhaat en mensenhaat hebben dezelfde oorsprong. Mensenhaat nestelt zich immers in ons wanneer we op iemand vast vertrouwd hebben, zonder kennis van zaken. We hielden hem voor een door en door waarachtige, eerlijke en betrouwbare figuur, maar kort nadien ontdekten we dat hij een slecht en onbetrouwbaar mens was. Even later gebeurt dat nog eens. En wanneer iemand dit dikwijls overkomt, vooral als het lui betreft die je voor je beste, dierbaarste vrienden hield, dan gaat men tenslotte, na vaak het hoofd gestoten te hebben, iedereen haten en denken dat niemand ook maar enigszins kan deugen. Nou, hetzelfde beschrijft hij dus ook over theorieën. Dus als wij zonder kennis van zaken gewoon maar vertrouwen op theorieën en denken van nou, het zal wel, nou, we geloven het wel, want dat is een wijs iemand die dat zegt of zo, nou, ik zeg maar wat. En we gaan er gewoon op in. Dan komen we erachter van, ja, hey, in de praktijk, het blijkt helemaal niet te werken. En we krijgen een deksel op ons neus. En nou ja, op het moment dat we dus elke keer maar doen wat op basis van geloof, zo kunnen we dat misschien beter noemen dan vertrouwen. Hè, op basis van geloof gewoon dingen aannemen, zonder dat te toetsen, zonder daar zelf over na te denken, te onderzoeken. Ja, dan loop je dus steeds tegen... tegen de deur aan. En dan ga je dus op een gegeven moment steeds minder vertrouwen. Terwijl het dus eigenlijk iets is wat bij jezelf moet beginnen. Dat is eigenlijk wat Plato zegt. Nou, dat betekent natuurlijk niet dat we wantrouwend moeten zijn. Nee, we moeten juist eerst in onszelf op zoek gaan. Van nou, wat is inderdaad nou die hoge kennis? Eigenlijk eerst dat die kennis in onszelf opbouwen. En dan zie je dat bijvoorbeeld zoals... iemand als Blavatsky dat schreef, die vertrouwde zelfs mensen waarvan ze wist dat ze eigenlijk lastig te vertrouwen waren. En daar zei ze over van, ja, ik weet gewoon dat we allemaal eigenlijk als een soort van steenkool zijn. We zijn in en in zwart. Maar ik weet gewoon dat er zelfs in elk stukje nog een paar atomen aanwezig zijn die het in zich hebben om een diamant te worden. Dus die ging, ondanks dat ze gewoon wist van, ja, ik moet het er maar mee doen... Ik weet gewoon dat er iets in diegene is en daar richt ik me op en de rest wil ik gewoon niet zien. En dat kon zij alleen maar met zo'n overtuiging doen, omdat ze ook gewoon daar zelf van uit kon gaan. Hè? Omdat ze wist van, nou ja, als ik gewoon uiteindelijk voor het juiste ga, dan uiteindelijk zal dat ook zijn weerslag hebben. Dus de zelfvertrouwen, de echte zelfvertrouwen, komt dus ook voort uit zelfkennis. En dat is dus ook iets... wat dus ook altijd groeiend is, hè? Waarbij we dus altijd ook weer verder kunnen groeien, want nou ja, uiteindelijk kunnen wij nog steeds verder uitgaan van het idee van het goede. En dan zien we dus eigenlijk ook, hè, dat dan komt dat idee weer terug, dat vertrouwen komt ook voort dus uit universele ideeën, dat idee van het goede, en dat is precies waarom je dus die filosoof zeg maar ook weer moet dwingen om die staat te leiden. Dat is dus juist, daar kan je op bouwen, omdat hij steeds op zoek blijft naar, nou ja, hogere vorm van zelfkennis en daarin wil groeien. Nou, we hebben vorige keer ook nog die cyclus voor om tot de mysterieën te komen behandeld. En daar zie je eigenlijk datzelfde in terug. Hè. Dat begon dus bij de verwondering en dan de filosofie, en dan krijg je dus die fase van discipline, dat je moet laten zien dat je ook kunt handelen naarmate dus je kennis hebt opgedaan. En dat is ook precies, zeg maar, dat die fase waarin je dus dingen vertrouwd moet maken, waar je dus dingen in de praktijk gaat brengen, en wat dus ook daadwerkelijk voor dat hogere zelfvertrouwen zorgt. En uiteindelijk, door steeds meer kennis op te doen... zelfkennis hebben we het dan over, dus door die filosofie in de praktijk van het leven te brengen, de beproevingen die te doorstaan, groei je langzaam maar zeker zelf. En is dat eigenlijk zelfkennis die je eigenlijk door zelfvergetelheid, zeggen wij dan, opdoet, die tot de hoogste vorm van zelfvertrouwen leidt, waarna je dus ook in staat zult zijn op een gegeven moment direct kennis op te doen van het hoger zelf, die je zeg maar kunt ontmoeten in die mysterieën.
Dus dat is ook iets wat daar weer in terugkomt. Was dit een beetje te volgen? Misschien wat... Ja. Ja? Abstract. Gaan we al snel, maar we zien dus eigenlijk hè, de verwondering, dat stond ook centraal de vorige keer. En dit is dat weer een stukje van de filosofie die we kunnen gebruiken om uiteindelijk ook weer verder te komen in zelfkennis. Het leek mij wel leuk om, we hebben dat de vorige keer ook met elkaar gedaan, om weer even met elkaar in dialoog te gaan, want het is per slot van rekening verkiezingstijd. Ik zei al, we willen geen stemadvies geven, maar als we even deze ideeën van Plato in het achterhoofd houden, dan is nu natuurlijk de vraag nog die we hebben, hoe zorgen we dat we dan de juiste ideeën kunnen laten regeren? En het leek me wel aardig om dan met elkaar even de dialoog te voeren over, nou, wat zou nou echt een universele staatsman, politicus, wat voor kenmerken heeft hij dan? En ik denk dat ook wel, we hebben de Lucifer, onze nieuwe tijdschrift, hebben daar ook een artikel over, van Barend Voorham. Dus, maar we hebben wat vertraging opgelopen, dus hij is nog niet uit. Dus we kunnen natuurlijk mooie... Er is er al één. Oké, okay, nou ja. Als je hem al hebt gekocht, hou hem even dicht, want dat maakt het anders minder spannend. Maar misschien is het wel leuk om even te kijken van oké, wat voor eigenschappen kunnen wij bedenken? En dan, als we dan vervolgens willen kijken waar Barend en de redactie mee gaat, dat even naast elkaar te houden. Dus wat zijn kenmerken? Waar moeten we naar kijken? Ja, wijsheid lijkt me. Wijsheid? Bovenaan. De hogere kenmerken. De hogere kenmerken die eenheidsgedachte uitstralen. En kijken hoe je in kleine portie verder kan verdelen naar groepen in de verschillende diversiteitsonderdelen waar de samenleving uit bestaat. Ja, ja. Oké. Okay. Is er nog iets? Mevrouw? Oh. Ja, dat is van de eigenlijk okay. Weer omheen. Ja? Ja? Een lange termijn visie. En hoe lang denk je daar dan aan? Dat is nogal relatief. Nou, in ieder geval niet in één regeringsperiode. Een lange termijn visie die je ook weer onderverdeeld in midden lange termijn en korte termijn. Want anders breng je in grote groepen. Iedereen kan in lange termijn denken. Dus je moet het ook wel kunnen vertalen naar de groepen. Naar de groepen toe. Ja. Okay. Een holistische benadering. Dus niet alleen kijken naar de mens, maar ook daar voorbij. Want andere rijken maken ook onderdeel uit van die eenheid. Ja, empathisch natuurlijk. Empathie is heel belangrijk. Ja, empathie. Ja. Okay. Bescheidener in de reactie. In dit geval de premier zijn, dat zijn er een aantal. Ja, precies. Ja, positief. Ja, die kwalificeren zich al niet volgens Plato. Dus, ja. Ja, oké. Okay. Scheidenheid. Iemand die goed kan verbinden en samenwerken, denk ik ook. En iedereen kan betrekken die in de samenleving woont. En voor iedereen dan is en opkomt ook. Ja? Ik denk ook flexibel, want je doet ook een soort van onafhankelijk waarheidsonderzoek. En als je toch in je uitvoering van je programma tegenkomt dat iets toch anders uitpakt dan je vooraf had bedacht, dat je dan ook wel zo wijs bent om je plan dan daarin bij te staan. Ja, kritisch, dat is ook vrij erg moeilijk. Dat is eigenlijk zo veranderingen. Kritisch, ja, kritisch naar jezelf, ja. Okay. Iemand die de anderen dus ook kan inspireren met jouw ideeën. Ja, ja. Ook breder kijken dan de eigen landsgrenzen. Dus niet in wijsheid tot grens, maar... Ja, ja. En het principe van mededogen ook hoog in het vaandeliefde staan. Mm-hmm. We zoeken een soort Jezus. Oh, nee hoor. Jezus, maar dan ben je nog niet.
niet kunnen dwingen. Jan, jij zei nog iets over van dat je iemand moet hebben wiens visie. Kun je het nog herhalen? Dat je de anderen kan inspireren met jouw ideeën. Ja, dus ja. Niet opleggen, en, kan niet, ja. Maar dat je het van andere mensen wakker loopt, zodat ze zien dat het goed is om die kant op te gaan. Kun je dat ook herkennen? Maar hoe zou je dat kunnen herkennen? Iemand die achter de troep aanloopt en niet volgt. Ja. Dus die dus ook een groep om zich heen heeft. Ik moet weer even denken aan wat Plato zei natuurlijk daarover. Omdat je eigenlijk dan ook zo'n groep mensen om zich heen die ook zeg maar met die ideeën dat die niet op zichzelf staan. Maar dat die eigenlijk gewoon onderdeel is van een heel team. Achter het volk en niet voor de voeten. Ja, een echte team. Teamwork. Ja. Oké. Weet je dat ook wel eens? Jesse Klaver, die vind ik ook wel zo'n messiasachtige toon aanneemt. Ja. Ja, ik heb er wel bewondering voor. Ja. Nou ja, we kunnen natuurlijk gaan kijken in hoeverre wie kan daar aan voldoen. Nou, misschien zijn op die ook. Als je volgens Plato denkt, die zijn misschien. Ja, precies. Ja, hij is net 30, hè? Dus. Maar dat 30 is ook een beetje voor. Ja. Precies. We mogen. Weer met de wijsheid die gewoon niet kan hebben. Maar ik stem wel. Ik wel de kans krijgen. Ik zag daar nog iemand. Misschien heb je het al gezegd, maar inderdaad wat gezegd werd, inspireren, maar ook het inzicht hebben om degene vrij te laten om het leerproces te kunnen ervaren. En dus eigenlijk die inmenging met inzicht laten kunnen begrijpen, dus ook die autonoom laten. Dus ook de verantwoordelijkheid bij anderen, de ruimte geven bij anderen om ook die eigen verantwoordelijkheid te kunnen nemen. Ja, we zijn natuurlijk wel op zoek naar een leider waaraan we ons kunnen vastklampen, waarin we ons kunnen herkennen. Dus iedereen zijn waarde laten, kijken naar de waarde die hij vertegenwoordigt. Ja. Vind je dat in? Ja. Ja. Iemand die het beste in de ander naar boven brengt. Mm-hmm. Ja. Oké, nou, dat kunnen we mooi nog even in ons achterhoofd meenemen als we dadelijk in de stemhokje staan. Goed. Ja, hè, dat is nooit perfect natuurlijk, maar zijn wat criteria. Volgende week nog, waar we dan verder op willen ingaan, is dat je, de vraag is dan, hoe krijg je dan eigenlijk die mensen, die je uiteindelijk ook voor, zeg maar, kennis kiezen, die uitgaan van zelfkennis, niet maar met alleen maar meningen komen, en hoe krijgen we dan die ideale staat? Daarvoor heb je vertrouwen nodig, dat komt weer voort uit zelfvertrouwen, hoe werken we aan zelfvertrouwen, dat kom je ook weer uit op zelfkennis. En dat begint natuurlijk ook weer bij het onderwijs. Dus Plato beschrijft ook in de staat heel uitgebreid, ik zei al, een 50-jarig curriculum voor wijzen, op zijn minst. Maar het is ook heel interessant om te kijken van, wat voor hints geeft hij daar, waar we nu wat aan hebben, niet alleen voor het onderwijs in de scholen, maar eigenlijk het onderwijs, want dat zegt Plato, dat duurt een heel leven lang. Dat blijft eigenlijk altijd doorgaan. Dus dat is het onderwerp van volgende week. Goed, maar eerst nog even, we hebben nog wat tijd. Dus als er nog vragen zijn over dit gedeelte, dan nu de gelegenheid. Ik vond het echt interessant. Dankjewel. Die je stelt van, die hebben we op dit moment nodig om de kar te trekken. Ja. Vraag je nog wel eens wat? het is een goede vraag hoor, maar
er is op dit moment een structuur waarin allen met allen vechten, zo'n beetje. En is... Dat is de indruk, dat is de indruk die ik krijg. Nou, ja, maar goed, dan kom ik terug bij de vraag van vanavond van het feit dat mensen zich laten meenemen erin, betekent ook dat de mensen iets nog voorafgaand aan de keus nodig hebben om überhaupt zover een keus te kunnen maken. En waar denk je dan aan? Iets voorafgaand daaraan? Ja, het is lange termijn werk, maar scholing, vorming. Ja, ja. Dus dat mensen, zeg maar, uit dat mening, uit die mening, die verdeeldheid in allerlei meningen, ja, stappen. Mensen zouden geïnformeerd moeten worden op een manier waarbij hun zelfdenken ontwikkeld wordt. Ja. En dat het niet voor ze ingevuld hoeft te worden, maar dat ze zelf die invulling kunnen geven. Ja. 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 Nou, en dat is dus een heel... kijk, de titel van deze lezing was natuurlijk ook, hè, ideeën regeren de wereld. Maar dat betekent... Heel vaak zijn we nog niet eens zo bewust van welke ideeën de wereld regeren. Wij nemen heel vaak de wereld gewoon voor zoals die is. Ja, en we zijn al blij als we een beetje doorhebben hoe dat werkt en daar een positie in kunnen vinden. Maar het hoeft helemaal niet zo te zijn. Hè? Niemand heeft het bedacht zoals de wereld, zoals dat doen we gewoon met elkaar. Die zijn we continu aan het vormen. We hebben daar allemaal ons deel in. En er wordt ook wel eens gezegd van, nou, we leven in een mediacratie, hè, want dus continu de beeldvorming is soms belangrijker dan, nou, vorige week hebben we daar ook over gehad, over dat woord post-truth, hè, van de emotie, het appelleren aan emoties belangrijker dan feiten, want daardoor worden de mensen gericht. Nou ja, dat is natuurlijk niet zo. Hè, want mensen zijn allemaal samengesteld, hebben allemaal die verschillende vermogens. Maar inderdaad, je moet dan wel het juiste aanspreken. Die mensen moeten er eerst van bewust worden dat ze dat hebben en dat verschillende aspecten in zichzelf zijn. En of ze zich mee laten voeren als werker, als wachter of als wijze, zeg maar. En dus daar is inderdaad wel een stukje educatie voor nodig. Maar dat is gewoon... Ja, de beste manier van onderwijzen blijft toch altijd een voorbeeld. Dat is dus, en dat is ook het enige wat wij kunnen doen. Hè. Wij kunnen, niemand laat zich veranderen, maar wij kunnen wel onszelf veranderen. Mm-hmm. En dat is gewoon door elke keer daarbij na te denken van, ja, dat zeker die nieuwe technologie, als jij scrolt over een website, als je maar even iets langer bij een plaatje blijft stilstaan, dan wordt dat al gelogd. Dat bepaalt al het volgende plaatje, bij wijze van spreken, wat je te zien krijgt. Hè. Dus wij zijn daar continu, geven we daar ook input aan. En dus dat heeft dus een zichzelf versterkend effect. En het is juist eigenlijk aan degene die daarvan bewust zijn, die hebben des te meer dus de opdracht, hè, dat is eigenlijk wat de elite dan zou moeten doen, is om juist dat uit te dragen en om mensen juist te verbinden en juist niet die verdeeldheid te laten zien, maar juist de eenheid van alles. Nou, dat zijn al die eigenschappen waar we het natuurlijk over gehad hebben. En dat kunnen wij als mensen gewoon in onze omgeving ook doen. En daar, nou, langzaam maar zeker, verspreiden we dat. Ja. Nou, we doen met de elite dan de intellectuelen of... Nou ja, eigenlijk, de echte elite zijn degene die eigenlijk die wijsheid... hebben. En in zekere zin zijn wij dat zelf ook. Zijn wij, nou ja, de elite, in die zin zijn wij op het moment dat wij die kennis hebben, behoren wij al tot, nou ja, het is maar net wat je het woord ziet. Hè. Ik wil niet zeggen dat wij de elite zijn, zeker niet, zoals dat nu in het leven in het algemeen begrepen wordt. Maar meer dat, nou ja, zoals stand verplicht. Hè, dus op het moment dat je een bepaalde kennis hebt, brengt dat dus ook die verantwoordelijkheid met zich mee. Dat wil ik eigenlijk zeggen. En dat zou dus eigenlijk inderdaad ook moeten gelden. En nou ja, je ziet ook wel leidende figuren die dat doen. Hè? Die dus... goed. Die waar we hier over praten, ja. Dat betekent ook nog stelde. Ja. 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 Ja.
voor eigen parochie. En, ja. En ik zie die verbinding juist helemaal niet. Ja. Zijn er mensen die, die daar wel voor uitstrekken? Ja, ja. Ja, en dus dat is dan ook het enige wat wij kunnen doen, is dan de keuze te maken om dan niet naar het ene, maar naar het andere programma te kijken, waar wel wat meer de inhoud bijvoorbeeld centraal staat. Ja, maar we proberen natuurlijk het volk toch, om mee te liften. Nee, ja, ja, klopt. Ja. De hoogte, want dan pas kom je naar elkaar in. Ja, ja. Nu blijft er steeds die scheiding ja, ja. ontstaan. Ja, dus je moet ook juist dat is ook het doel van Plato en... Ja. Ja, en we moeten geen, geen praatjesmaker zijn, maar wel die verbinding. We hebben heel veel praatjes maken. Ja. Ja, het begint al dus misschien al met de juiste krant kiezen al, dat is die volle wereld. Ja, maar dat is toch ook een media. Ja. Ik bedoel, wat kies je, wat lees je? Ja. Altijd is mijn zoektocht op het internet, wordt er al gegoogeld waar mijn interesse in zit. En dat is al een toevoer van informatie die je gaat krijgen. Dus je wordt zo vreselijk gestuurd. Het is heel moeilijk om een eigen mening te vormen. Ja, dat is een zoektocht waar jij nu over filosoferen. Ja, ja, en waar we Plato dus nog wel wat, wat hints bij geven. Ja. Plato, dat vinden we goed. Hè. Ja. We hebben daar hele cursussen over, hè. Anders denken. Dat gaat, ja. gaat prima daarover. Ja. Van nou, hoe kunnen we nou... want uiteindelijk begint dat allemaal bij onszelf. Hè. Ja. Want ook als je de beste kwaliteitskrant hebt, ja, ja maakt dat het waar. Handen, ja. Ja. Ja, dus we moeten dat maar zoeken. En dat kunnen we alleen maar door wat meer kennis op te doen. Maar je kan natuurlijk ook alleen maar mening vormen als je input krijgt. Ja, dus daarvoor moet je wel in verbinding staan. Want je moet een spiegel hebben. Ja, ja, ja. Ja, dus dat doe je ook inderdaad gaandeweg. Dat is die grot waar je ja. Ja. Uit die grot komt, zie je dus de werkelijke wereld. Ja. Ja. Ja, en dat beschreef hij ook, hè, in die metafoor van diegene die bevrijd is uit de grot, die moet terug. Die moet terug om zijn medegevangenen te vertellen hoe ziet die wereld er nou eigenlijk echt uit. Ja. En die wordt helemaal uitgelachen en die wordt zelfs gedood als hij niet oppast. Met alle risico's van die. Ja. Maar nou, dan heb je ook weer de moed die je dan laat maken. Ja. Maar dan is het best wel moeilijk om die selectie te maken, om diegene die dus die positie weer, dat die de morele plicht heeft om dus zeg maar ook de goede zeg maar... Ja, nou je begrijpt steeds meer waarom die over 50 jaar begint. Ja. Hij zegt dus inderdaad, nou, hè, de 30ste, dan krijgen ze wat filosofie, zijn ze 35, hè, dan hebben ze even de kans gehad om te studeren. En dan moeten ze dat in de praktijk waar maken. Ja, dus dan moeten ze minstens 15 jaar moet ze ook in een functie bekleden, want ze moeten niet inderdaad in een ivoren toren gaan zitten. Ja, maar hoe bewerkstellig je dat dan zeg maar, in de praktijk om zo iemand te selecteren erin? Want dan ga je weer op vertrouwen uit. Maar je moet... Nee, dat is dus niet vertrouwen. Maar dus, nou, één begint dus bij de kennis. Hè, degene die dat doen, dat zijn dus degene die kennis hebben. Dus die de meeste zelfkennis al hebben. En dat je dus ook dat daadwerkelijk wel moet beproeven. Je moet dat onderzoeken. En dat doe je niet alleen maar door, nou ja, door een goede afspraak te maken. En denk van, nou, die ziet er wel aardig uit. En die heeft een goed verhaal. Maar ook, nou ja, laat het maar zien. He, dus Tato zegt van ja, die moeten dus 15 jaar ook zich in het bestuur van de staat bewijzen dat ze inderdaad die filosofie die ze hebben, waarin ze zijn getraind, dat ze ook de discipline hebben. He, dus daar heb je weer die volgende fase uit die cirkel, met alle beproevingen van dien, om dat ook waar te maken. En pas dan zijn ze geschikt en mogen ze tot... Tot de leidende groep behoren. Zeg maar. Ja. Ja. Maar goed, stel maar voor dat je dus je terugtrekt voor 20, 30 jaar in een solitair leven. Ja. Je komt die berg af. Ja. Ja, dan word je lekker uitgelachen, waarschijnlijk. Ja, je maakt helemaal geen deel meer uit van die wereld, geen kennis meer van die wereld. Ja, dus dat is ook wel de opdracht, hè, van, om nou, niet van de wereld, maar wel in die wereld te staan. Ja. Van die wereld te zijn, maar wel in die wereld te staan. Hè. Wel
wel proberen om juist op die verbinding de hele te zoeken. En soms hè, dat kan helpen om je af en toe terug te trekken, tijdelijk, maar eigenlijk moet je juist proberen om in die wereld, want daar kun je het meeste betekenen. Daar is waar je het hardste nodig bent. En daar is waar die leider het voorbeeld moet geven. Ja. Dus, ja. Mooie opdracht. Ja, ja. Oké. Dan sluiten we af met Gayatri uit de Rig Veda. Een oproep aan het meest wijze deel in ons. Hier verwoord door de Gouden Zon. O Gouden Zon, met uw verheven luister, vervul ons gemoed en verlicht onze geest. Opdat wij onze eenheid beseffend met het goddelijk hart van het heelal, mogen zien en betreden het pad dat ons voert naar de poort, naar de verre poort der volmaking, geleid door uw stralend licht.